deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke video. Dit zijn mijn favoriete video's. Ik hou van reviews, want dan kan ik allemaal nieuwe dingen proberen. En dat vind ik echt het leukste om te doen. Vandaag een video over kruidvat make-up. Kruidvat heeft geen eigen huismerk of zo. Er is geen letterlijk kruidvat make-up. Maar ik bedoel gewoon make-up die te koop is bij de kruidvat. Dus ik heb hier een aantal make-up producten die van verschillende merken zijn. Die allemaal te koop zijn bij de kruidvat. Het ene merk is wat goedkoper, het andere is wat duurder. Ik heb echt expres ervoor gekozen om echt verschillende merken te pakken. Het is allemaal te koop bij de kruidvat en dat betekent dat het ook allemaal betaalbaar is. Sommige dingen vind ik vrij duur. Het valt toch wel op dat ook de betaalbare merken steeds iets hoger gaan qua prijs. Ook bij de Primark gewoon. Ook die prijzen gaan steeds meer omhoog. Ik hoop dat het wel binnenkort stopt, want anders is het gewoon niet eens meer betaalbaar. Ik heb hier ook dingen liggen van 18 euro. Ja, dat vind ik toch wel de grens opzoeken qua betaalbaarheid. Dus ik hoop niet dat we straks boven de 20 euro gaan hangen. Want ja, dan is het gewoon duur. Maar goed, mijn YouTube kanaal staat vooral bekend om mijn betaalbare make-up reviews. Dus dit is weer een oldie goldie. Dus we gaan gewoon snel beginnen. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Oké, we gaan vandaag beginnen met het gezicht. Ik heb al dagcreme gedaan en mijn wenkbrauwen zijn ook al gedaan. Wenkbrauwen doe ik altijd al, want ik haat wenkbrauwen doen. Dus ik ga daar niks nieuws voor proberen. Ik begin altijd met mijn gezicht met primer. Ik heb er bewust voor gekozen om geen nieuwe primer te kopen. Want ik heb wel een foundation en die is ook nieuw. En ik heb toch gemerkt dat als en de primer en de foundation allebei nieuw zijn en ik een bepaald resultaat krijg, ik niet echt precies kan zeggen of het nou aan de primer ligt of aan de foundation. Want ze kunnen allebei elkaar aantasten. Dus ik heb besloten dat als ik een foundation test, ik het gewoon doe met een primer die ik al ken. Dus ja, dan weet ik zeker dat aan het einde van de dag ik echt goed mijn mening kan geven over de foundation. Betekent niet dat ik geen nieuwe primers meer ga gebruiken. Dat ga ik doen als ik dan een foundation gebruik die ik al ken. Dus qua primer ga ik er gewoon eentje gebruiken die ik al heb. Ik wil vandaag een beetje voor een smooth matte finish gaan. Dus ik gebruik de NYX Studio Perfect Photo Loving Primer. Dit is ook een betaalbare primer mocht je die zoeken. En ja, deze is gewoon heel fijn om alles smooth te maken. Alles met siliconen maakt altijd je huid heel erg smooth. En ook wel, ja, ook wel mat. Voor foundation heb ik de L'Oreal Infallible 24 Hour Foundation. Deze is dus 18 euro. Dat vind ik ja, toch wel aan de dure kant. L'Oreal en Maybelline zijn wel de meest, ja, de wat duurdere merken bij de kruidvat. Maar hun foundations lagen altijd rond de 15 euro. En nu zitten we alweer bij de 18 euro, dus please stop. Ik heb hem in de kleur 235ml Honey. Deze leek het meeste op mijn huidskleur. Ik test het in principe nooit echt op mijn gezicht. Alleen als de foundation echt heel duur is dan wel. Want ja, we gaan geen 40 euro besteden aan een kleur die niet klopt. Maar ja, ik denk wel dat dit gewoon gaat matchen. Er staat achterop, ja, het is dus een 24 uur finish. Dus hij moet heel lang blijven zitten. We gaan ook vandaag een wear test doen. Dus ik ga het de hele dag dragen. En aan het einde van de dag kom ik weer terug om te laten zien hoe alle make-up zit. Dus dat kunnen we goed uittesten. Er staat ook op no shine, dus het moet mat zijn. Er staat alleen verder niks op over de dekking. Ik ga het aanbrengen met mijn Queen Tati spons. Die spons is echt zo fijn. En je hebt gewoon een pompje, dus je kunt lekker gewoon makkelijk pompen. Ja, deze kleur is goed joh. Nou, mocht je dus mijn huidskleur hebben, dan heb je ook 235ml Honey. Hij is mat en het is een medium dekking zou ik zeggen. Nou, als concealer heb ik er ook eentje van L'Oreal. En dit is de Perfect Match Concealer. Ik heb hier ook de foundation van. En die is echt geweldig. Oh my god, die foundation is zo fijn. Dus ik heb nou ook de concealer. Ik heb hem in de kleur 3N Creamy Beige. Deze is vrij licht met een gele ondertoon. Maar ik vind het altijd mooi als mijn concealer heel licht is. Deze is 13 euro. Dit is by the way de foundation die erbij hoort. Deze twee zijn dus zeg maar een match. Van de foundation heb ik de kleur 4D/4W Golden Natural. Deze is best wel goud, maar ja. Af en toe vind ik het gewoon mooi om een beetje goud te zijn. Hij heeft gewoon een vrij normale applicator. Een beetje kort en wat dikker. Hij is iets breder dan de normale. En ja, hij brengt fijn aan zeg. De kleur is ook mooi. Ik zal jullie vertellen, ik heb deze concealer al. Maar ik had hem dus in een hele verkeerde kleur gehaald. Ik weet niet wat mij bezielde, maar die kleur was echt gewoon compleet roze. Terwijl ik ben geel, ik ben totaal niet roze. Dus ik weet niet wat mij bezielde dat ik die heb gekocht. Dus ik heb hem nooit echt gebruikt. Dus ja, vandaag is echt gewoon mijn eerste keer dat ik hem gebruik. Maar hij bracht al wel fijn aan, gelukkig. Ik blend het gewoon weer uit met mijn beauty blender.
Of ja, gewoon mijn spons. Dit is niet de beauty blender. Blend ook gewoon lekker mee. Het is geen volledige dekking. Dat kan ik al wel meteen zien. Ja, hij heeft echt dezelfde finish als de foundation. Deze zijn dus van de True Match Line. En de True Match Line is niet per se volledig dekkend en heel dik. De True Match Line is echt meer naturel. Dat het matcht met je huidskleur. En het gewoon lijkt alsof je geen make-up op hebt. Maar er is wel gewoon echt dekking. Dat wel, maar geen volledige dekking. Ik zie dus met deze concealer dat hij ook geen volledige dekking heeft. Van een foundation wil ik dat nog wel eens accepteren. Dan hoeft het niet volledig dekkend te zijn. Maar van een concealer wil ik toch wel dat het goed dekt. Maar ja, dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Ik breng even iets meer aan om te zien of het kan opbouwen. Niet iedereen houdt van zo'n dikke concealer. Oké, normaal ga ik dan nou baken met losse poeder. Losse poeder vinden bij de Kruidvat en bij de Ethos, gewoon bij dat soort winkels, is niet echt te vinden. De meeste losse poeders zijn toch wel aan de dure kant. Dus ik heb daardoor ook niks nieuws. Ik heb er wel eentje van Catrice, maar die heb ik al een keer gebruikt. En die vond ik echt vreselijk. Oh my god. Dus ik ga gewoon even eentje gebruiken van mezelf. Ik ga even ook mijn neus contouren en dan kom ik zo bij die terug. Mijn neus contouren is een beetje overdreven, hè? Af en toe ben ik mijn video's aan het editen en dan zie ik die neuscontouren en dan denk ik echt van Sarah, what the F. Beetje dimmer joh. Oké, whatever. Ik laat het gewoon zo. Ik heb mijn neus gecontoured, afgepoederd en ik heb ook alvast mijn ogen gepruimd. Want we gaan gewoon gelijk beginnen met de ooglook. Ik heb twee oogschaduwpaletten. Ik ga er maar één gebruiken, maar ik heb er twee omdat ik ze allebei in PR heb gehad. Ik heb de Catrice Astrology Eye Palette. Deze zou in december in de winkels komen. Dus ik denk dat hij er nu al is. En anders komt hij nog. Oh. Dit is dus ja, zo'n sterrenbeelden thema met twee spiegels. Dit is dus een vrij nude alledaags paletje met matte kleuren en glanzende kleuren. En dan heb ik hier de MUA Makeup Academy paletje. Deze is iets meer uitgesproken, iets meer kleurrijk. En deze is meer alledaags. Ik vind deze van Catrice een beetje saai. Ik weet niet. Als ik zo dit paletje zie, denk ik niet van, oh mijn god, dit moet op mijn ogen. Ik heb al 100 van dit soort paletjes gezien. Maar ik ga dus vandaag dit paletje gebruiken. Ik heb deze dus gehad, dus ik weet niet hoe duur die is. Maar het zal echt niet meer dan 10 euro. MUA is ook gewoon een heel betaalbaar merk. Dat lijkt me heel mooi. Ik moet wel eerlijk bekennen, ik heb met dit make-up merk alleen maar slechte ervaringen. Er is werkelijk niks waarvan ik denk van, dat was echt goed. Maar ik moet ook weer zeggen dat ik nog niet heel veel heb getest van dit merk. Maar wat ik heb getest, vond ik niet goed. Dus ik vind dit paletje er al wel beter uitzien dan hun andere dingen. Het lijkt alsof ze een beetje zijn upgegrade. Dus ik hoop dat dat ook echt zo is. Dus we gaan gewoon even een look creëren. Oké, ik pak eerst deze roze matte kleur met mijn fluffy kwast. Oeh, er komt wel veel poeder vanaf. Deze ga ik in mijn hele arcadeboog doen. We gaan vandaag weer voor een kleurrijke look. We gaan weer lekker uitpakken. I like it. Ik maak gewoon zo van die rondjes van buiten naar binnen. Oh, de kleur is mooi zeg. Er komt ook gewoon echt veel kleur vanaf. Dit doet mij denken aan die Revolution paletjes. Oké, dan gaan we naar deze kleur. Deze is meer rood-oranje en ook gewoon mat. En dan pak ik een iets kleinere fluffy kwast, maar nog wel gewoon echt fluffy. En dan ga ik daarmee daaronder. En ik maak weer dezelfde bewegingen. Ik doe gewoon precies hetzelfde als net. Maar dan ja, ietsje eronder gewoon. Want je moet die andere kleur nog wel zien. Hè? En wat ik dan vaak nog doe is dan die roze kleur weer pakken. En er weer een beetje overheen. Om die kleur ook een beetje terug te brengen. Ik pak ook even deze witte, helaas een matte kleur. Ik had maar gewild dat die glanzend was. Die doe ik even onder mijn wenkbrauwen om het een beetje te liften. Maar ik vind het dus altijd mooier als dit een glans is. Dan pak ik deze paarse matte kleur. Deze twee lijken heel veel op elkaar. Alleen is deze iets feller, iets meer bright. En deze is iets meer toned down. Ik pak een platte fluffy kwast zoals je kunt zien. En ik ga daarmee een beetje mijn crease definiëren. Dus ik ga gewoon zo een beetje een lijntje maken soort van. En omdat het niet echt een platte kwast is, maar ook toch nog wel fluffy, kan ik het ook gewoon gelijk blenden. Dus dat is wel makkelijk aan dit soort kwasten. Dan pak ik de donkste kleur in het paletje. Dat is dus deze matte paarse kleur. En met gewoon een platte synthetische kwast ga ik die pakken. En ik ga die hier aan het buiteinde erin drukken. Ik ga weer een cut crease maken, maar alleen in het midden. Een halo eye. En dit doe ik dan ook hier in het begin van mijn oog. Omdat we dus een halo eye gaan maken, maak ik allebei de kanten donker. En dan straks in het midden komt een pop. Dus een wat lichtere glanzende kleur. Nou, als ik van één kleur in het paletje had verwacht dat hij niet goed ging presteren, was het deze. Maar ik moet toch zeggen, hij doet het heel goed voor een betaalbaar oogschaduwpaletje. Ik moet wel echt vaak
terug in het paletje, dat wel. Maar als je naar de prijs kijkt, en het is ook een paarse kleur, die zijn echt niet makkelijk om te maken, vind ik dit het echt heel goed doen. Echt. Ik ben echt impressed. Godzijdank, want ik wilde wel dat dit mooi zou worden. En dan pak ik weer deze kleur die ik net ook heb gebruikt, met een soort van puntige fluffy kant. En daarmee ga ik deze kleuren uitblenden. Ik blijf een beetje blenden op de plek van waar het zit. En dan pak ik even die concealer om het in het midden aan te brengen. Om de halo goed te kunnen maken. Nou, ik had creases gemaakt. Ze zijn niet heel perfect. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan toch kleur erop doen. Ik pak nog even deze donkere paarse kleur. En die ga ik nog eventjes hier extra in de buitenste hoeken aandrukken. Omdat de concealer is nog een beetje weggevuigd. En dan ook hier binnen natuurlijk, gewoon waar het allemaal net ook zat. En wat ik dan wil doen is deze beetje roze-achtige glanzende kleur pakken. En die ga ik gewoon in het midden aanbrengen. Ik ga mijn kwast nat maken met MAC Fix Plus. En dan pak ik weer die donkerste paarse, kleur en dan ga ik het mengen met die roze. Dan pak ik weer die meest donkere paarse kleur en die ga ik hier tegen mijn wimperrand aandrukken. Ik ga niet te ver omlaag mee. En dan pak ik weer deze paarse matte kleur. En die ga ik ook op mijn onderste wimperrand doen. En dan onder die andere paarse kleur. En hiermee ga ik het gewoon mooi uitblenden. Zodat het niet zo'n harde streep is onder mijn ogen. Nou, dit is niet mijn allerbeste ooglook ooit. Maar ik vind het paletje echt prima. Hij is niet super goed. Hij is ook absoluut niet super slecht. Ik vind het echt een oké paletje. Als je deze kleur een beetje mooi vindt zo. Als ik dan toch mag klagen over één ding, is dat die donkste paarse kleur niet heel goed meeblendt. Dat wel, dat was mijn enige struggle moment. Voor de rest, prima paletje joh, ook lekker goedkoop. Dan heb ik ook een eyeliner gekocht. Ik heb hier de Maybelline Hyper Precise All Day Eyeliner Pen. Dit is dus gewoon een random eyeliner pen van Maybelline. En deze kost 10 euro. Hij ziet er zo uit, de punt is echt heel puntig en hij is ook best wel lang. Ik had hem in de winkel op mijn hand geswatcht en ja... Hij is vast op zich wel zwart, maar wel een beetje waterig. En als hij waterig is, gaat hij vaak helemaal smutsen. Dus ik hoop niet dat dat gebeurt. En hij is 10 euro, het is niet de meest goedkope. En aangezien Essence heeft voor 2 euro en die gewoon heel goed zijn, verwacht ik voor 10 euro ook dat deze goed is. Ja, ik ga gewoon even een lijntje maken op mijn oog. Ik ga geen wing maken, want ja, ik wil het allemaal wel een beetje rond houden. Want een halo eye is gewoon meer rond. Ja, hele fijne eyeliner. Hij is gewoon zwart. Hij droogt snel op, dat vind ik ook fijn. Hij is gewoon mat. Wat ik extra fijn vind is de punt. Hij is zo puntig. Ik heb af en toe dat als ik eyeliner aanbreng hier in het begin, want ik begin vaak echt hier in het begin, dat er ineens hier te veel komt en het ineens zo'n zwarte klodder begint hier midden in mijn oog. Terwijl hier, midden in mijn oog, ik bedoel aan het begin van mijn oog. En precies hier in het begin wil ik het altijd heel secuur hebben, zodat het hier niet te veel wordt. Met deze pen gaat het echt super, super makkelijk. Dus ik raad deze zeker aan. Hij is echt heel mooi. I like it. Hij ging ook echt heel makkelijk omhoog. Ik ga even paars oogpotlood doen. Een mascara. Oh mijn god mensen, ik heb gewoon geen nieuwe mascara. Ik ben dat gewoon echt helemaal vergeten. Sorry mensen, ik ben gewoon helemaal vergeten te kopen. Nou ja, ik ga gewoon even mascara opdoen. Nep, wimpers en paarse oogpotlood. En dan kom ik zo terug. Oké, mijn mega lange AliExpress wimpers zitten erop. Dus we kunnen verder. Oh mijn god, ik heb deze wimpers echt al te vaak gebruikt. Ze zijn wel echt een beetje aan het einde van het Latijn. Oké, ik ga eerst beginnen met een liquid highlighter. Ook al hou ik daar niet van, ik blijf ze gewoon proberen totdat ik op een dag... de goede vindt. Ik heb hier de L'Oreal Glow Mon Amour. I don't know. Highlighter. Oh, ik besef me trouwens. Ik heb helemaal niet verteld welk paletje dit is. Dit paletje heet 50 Shade Palette Cosmic Fixen. Misschien wel handig om te weten. Maar ik zet sowieso altijd alles beneden in de beschrijving. Dit potje is 16 euro. Ook dat vind ik weer een beetje... pushing it to the limits. Deze is gewoon in de kleur goud. Je hebt ook andere kleuren. Oh, dit is de kleur 01 Sparkling Love. Dit zijn echt de kleuren waar ik van hou. Ik ben super benieuwd. Ik hoop dat hij mooi aanbrengt. En ja, ik heb al poeder op. Maar liquid highlighters hoor je gewoon aan te kunnen brengen op poeder. Hij zit wel echt helemaal onder. Ik denk dat je niet eens meer iets eruit hoeft te drukken. Ik denk dat ik gewoon letterlijk erin kan gaan. Ik ga gewoon letterlijk dit zo aanbrengen. Ik begin eerst met één kant voor het geval het snel opdroogt. Ik druk het gewoon in met mijn vingers. Ik had hem niet zo heftig verwacht. Oh my god. Ja, ik vind het wel mooi. Voor die prijs mag het ook wel gewoon mooi zijn. Je kunt dit gewoon indrukken met je vinger of met een spons. Dat maakt niet echt uit, maar ik doe gewoon altijd met mijn vinger. Het haalt ook de foundation eronder niet weg of zo. Het is niet heel heftig. Het is meer een heftige natural glow. Als je snapt wat ik bedoel, het is ook weer iets te heftig voor een natural glow. Maar het is gewoon
Ja. Een heftige natural glow. Oké, ik had dus net verteld over dit sterrenbeeld paletje van Catrice. Deze gaat by the way in een giveaway. Maar ze hebben dus ook een Astrology Face Palet. Deze ga ik wel gebruiken. Hij lijkt gewoon op het oogschaduwpaletje. Alleen is het voor het gezicht. Moet ik hem wel recht houden? Oh my god. Zo ziet hij er dus uit. Je hebt dus een blush, een highlighter, nog een highlighter en een bronzer slash contour. Normaal is dit een bronzer, maar ik vind hem best aan de lichte en koude kant. Dus ja, ik denk ook dat het een beetje een contourkleur is of zo. Ik ga het sowieso gewoon allemaal aanbrengen. Nou, deze, ja, waar moet ik mee? Oké, ik begin eerst met de contour slash bronzer kleur. Ik breng het gewoon aan zoals ik normaal doe. Ik heb nog niet gebronst of gecontourd, alleen mijn neus, maar mijn gezicht nog niet. Het is echt een hele lichte kleur. Ik denk dat dit meer geschikt is voor een iets lichtere huidskleur. Maar ik vind de kleur echt heel mooi. Dan pak ik de blush. Dit vind ik een hele mooie blush. Die lijkt mij niet te licht. Die ga ik gewoon even aanbrengen. Hij matcht ook mooi met de ooglook, deze blush. Ik ga nou wel echt volledig over de highlighter heen. Maar ja, maakt niet uit. De glow blijft er toch wel een beetje onder. Ja, deze blush vind ik echt heel mooi. I like it. Nou, en dan heb je nog de twee highlighters. Ik ga deze kleur gebruiken. Nee, weet je wat ik ga doen? Ik ga die kleur hier doen. En die andere meer gele kleur aan de andere kant. Ja, dit is wel mooi eigenlijk. Het is denk ik iets te licht voor mij hoor. Dat wel. En dan pak ik die meer geel-gouden kleur. Die doe ik dan even hier. Ja, deze kleur is iets beter voor mijn huidskleur. Ook super mooi. Ik doe die ook een beetje zo op mijn neus. Ook een beetje hier zo onder mijn wenkbrauwen. Ja, ik vind dit paletje zeker handig. Ook handig voor to go. Dan heb je al gelijk contour, bronzer, blush, highlighter. Heel mooi. Ja, I like it. Dan pak ik nog even deze highlight kleur. En die doe ik ook hier in mijn binnenste ooghoek. En dan blijft alleen nog mijn lippen over. En daarvoor heb ik ook weer drie Catrice lippies. Dit zijn de Catrice Lip Dresser Shine Stilo. Deze had ik van de Catrice Advent kalender. En ik vond ze er zo mooi uitzien. Ik dacht, die wil ik zeker nog proberen. Dus deze video is daar ideaal voor. Je moet ze dus hier onderdrukken. En dan komt de kleur eruit. De eerste kleur is een 060 Surf and Turf in Grey. Town. Deze is meer een beetje roze groot. Ze zijn allemaal glanzend, niet mat. De kleur daarnaast is 010 Simply Natural Perfection. Dat is dus deze kleur. Het is een beetje een nude versie van deze. En dan de laatste kleur, dat is 020 When the Sun Goes Brown. Deze kleur. En zoals de naam ook al zegt, is deze dus iets meer bruin dan de rest. Deze is meer een nude bruin. Ik vind alle drie de kleuren magnifiek, super mooi. Ze brengen ook heel zacht en fijn aan. I like that, want ik heb ook altijd hele droge lippen. Dus ik vind het wel fijn als het niet mat is. Ik ga even deze balm slash gloss eraf halen. Ik ga voor de kleur 010 Simply Natural Perfection. Ik vind hem toch best wel fel. Ik ga toch veranderen. Ik ga voor die meer bruine kleur. De kleur When the Sun Goes Brown. Ja, deze vind ik iets beter staan. Op beeld is hij best wel heftig. Het is alsof mijn camera alle kleuren heeft gemaakt. Maar in het echt is hij iets meer toned down. Ik vind deze super mooi. Ik vind alle kleuren niet echt matchen met de ooglook. Maar dat maakt even niet uit. Dit is gewoon om alles te kunnen testen. Ze ruiken lekker. Ze brengen fijn aan. Ik vind de kleuren mooi. Deze drie zijn zeker een aanrader. Ook weer super betaalbaar. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe duur. Want ik heb ze dus in die adventkalender gehad. Maar het is Catrice. Dus het zal vast niet heel duur zijn. Dit is niet mijn beste make-up look dag. En daarmee bedoel ik en het gezicht en mijn ogen. Ik weet niet, die foundation. Ik weet niet, er is iets wat me niet bevalt aan mijn gezicht. Ik heb mijn mening tot nu toe al wel over alle make-up gegeven. Ik ga nou even naar de stad. Al zie ik wel dat het echt super slecht weer is. Dus ik weet niet of ik ga, maar ik wilde wel gaan. Want ik moet make-up halen, want kerst komt eraan. Dus er komen weer heel veel kerstmake-up looks die ik ga maken. Zowel Instagram en YouTube. Dus ik moet meer groen en roodachtige kleuren hebben. En glitters en dat soort dingen. Het is nou 2:50. 2:50. Dus ja, ik kom gewoon over 6, 7, 8 uur weer terug. En dan gaan we gewoon kijken hoe de make-up erop zit. En wat ik vind van alle make-up. Dus stay tuned, dan ben ik zo weer bij jullie terug. Oké, mensen, daar ben ik weer. Het is nou 6:15. Ik zou graag de tijd willen laten zien, maar mijn telefoon is uitgevallen. De lipstick is er helemaal vanaf. Maar die heb ik eraf gehaald omdat ik net heb gegeten en ik niet wilde dat lipstick overal zou komen. Maar ik ga er maar vanuit dat deze niet heel lang op blijft, want het is gewoon een soort van balmpje. Maar ja, dat maakt ook niet uit. Er staat niet op dat ze lang op blijven en ze zijn ook niet mat of zo. Dus dat is vrij normaal. Ik vind deze echt toppie. Dan deze foundation. Ik vind hem nog best goed op mijn huid zitten. Hij zegt ook dat hij 24 uur lang blijft. Het is nou 6 uur, 7 uur verder. En hij zit nog echt heel goed op, want normaal breekt het al naar
6 uur. Ondanks dat wil ik hem toch nog wel even een dag proberen. Want ik ben nog niet overtuigd. Ik wil het gewoon even gaan proberen met mijn vaste make-upjes. Om toch even goed te kunnen zien wat ik ervan vind. Tot nu toe is het oké. Maar deze video komt pas over een week online. Dus ik ga hem gewoon deze week proberen. Deze highlighter is echt super, super mooi. Hij is ook heel mooi, denk ik, voor onder foundation. Want hij is best wel vettig. Vooral voor een hele droge huid is het ook fijn om zoiets nog onder je foundation te hebben. Daarvoor ga ik deze zeker nog gebruiken. De concealer is gewoon heel naturel. Er is absoluut geen volledige dekking. Dat moet je wel weten. Maakt hem niet slecht, maar het is wel handig om te weten. Dit paletje ook top. Zoals je kunt zien, de kleuren zitten nog mooi op hun plek. Niet verschoven. De kleuren zijn ook gewoon fel. Ik vind dit echt een prima paletje. En deze is echt ook echt... I'm impressed. Dit paletje vind ik echt super, super mooi. Die gaat zeker hier in mijn la naast mij. Dus ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden over alles eigenlijk. Ja, ik had het niet echt verwacht eigenlijk. Ik weet niet waarom. Omdat ik toch het eindresultaat allemaal niet echt geweldig vond. Maar ja, ik denk gewoon dit samen. Deze samen in één make-up look vind ik gewoon niet helemaal top. Maar los van elkaar is elk product gewoon wel prima. Dit is mijn mening over deze Kruidvat make-up producten. Je kunt ze dus gewoon allemaal kopen bij de Kruidvat. Nou is het december, dus zijn er ook heel vaak acties. Dus hou het vooral in de gaten. Want heel vaak heb je 1+1 actie en dat soort dingen. Dat scheelt je toch een hoop geld. Nou, en ik hoop dat jullie weer hebben genoten van deze leuke video. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke woensdag en zondag om 1 uur. En ik zal hier alvast 2 video's plaatsen die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om makkelijk te kunnen abonneren mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg! Oh, ik ging echt als een trein hier doorheen.